Er moet iets gebeuren om de problemen in de relationele sfeer, die zich vaker voordoen, te voorkomen. Dit zegt NPS-parlementariër Patricia Etnel. De samenleving is gisteren opgeschrikt door de dood van een 8-jarig meisje en haar vader. De man die militair was, had het meisje ontvoerd en dagen daarna werden de lijken van hem en zijn dochter gevonden. Het vermoeden bestaat dat de man de hand aan zichzelf heeft geslagen. De doodsoorzaak van het meisje is nog niet officieel bekendgemaakt door de politie. De vader had wel aan de familie gezegd dat hij het meisje zou vermoorden en daarna zichzelf. Etnel zegt dat er een gedragsverandering moet plaatsvinden en dat jongens van jongs af moeten leren hoe om te gaan met hun gevoelens. We zien dat dit te vaak gebeurt. De afgelopen 2-3 jaren hebben we gezien dat heel veel vrouwen, dan wel kinderen, vermoord zijn vanwege liefdesproblemen, relatieproblemen. Dus ik heb het allemaal gezien en voor mij is het van, er moet iets gebeuren. Je neemt het waar in die maatschappij. En vandaar dat ik een bericht heb gezet op mijn page waarbij de roep om die motivatie, die begeleiding, die coaching, die liefde en die aandacht te geven aan onze zonen wordt steeds groter. En bij mij gaat het erom dat wij eigenlijk niet moeten wachten totdat die jonge man een man is geworden en in een gezinsleven gaat om hem te begeleiden. We moeten heel jong beginnen. Al vanaf 12 jaar toch om jongens eigenlijk bewust te maken van hoe ze moeten omgaan met hun gevoelens. Om ze die coaching te geven. Om ze erop te wijzen van hoe moet je je klaarstomen om als man te zijn in een relatie. Want we zien het vaak gebeuren dat mannen dit doen. Ik weet niet, ik heb de vrouwen nog niet gezien dat die vrouw plotseling een pistool pakt en zegt van weet je, ik knal die man neer van wie geliefdesproblemen. Het zou wel voorkomen, maar dan merk je dat het misschien één enkel keer is dat het gebeurt. Bij de mannen zie je het te vaak voorkomen. En dat maakt dat dat maatschappelijk vraagstuk besproken moet worden. Etnel geeft verder aan, dat is gebleken, dat mannen in de gewapende macht vaker naar hun wapen grijpen bij problemen binnen hun relatie. Tijdens de begrotingsbehandeling van 2021 wil ze veel aandacht hieraan besteden. Volgens haar moet nagegaan worden of de nodige mentale zorg aan leden van de gewapende macht wordt geboden. Het is geen goed teken dat we zeggen dat die zorg die we moeten tonen binnen die organisatie voor onze mannen, dat er misschien een probleem is. Misschien is het niet optimaal. Misschien moet er meer geïnvesteerd worden aan die personeelszorg, waardoor er meer gekeken wordt naar bepaalde zaken. Als we merken dat iets fout gaat bij een zo'n meneer, dat we ervoor zorgen dat we die man beschermen voor zichzelf, maar ook een goede begeleiding geven. En die psychische begeleiding, want dat is iets dat ik ook een beetje mis. Die psychische begeleiding, veelal zitten mensen met heel veel psychische problemen. En vaak genoeg lijkt het alsof er een drempel is om naar PCS te gaan. Toch mensen hebben zoiets van, ik ga PCS maar lowman. Maar PCS is niet voor lowman. PCS is voor mensen die geestelijk met problemen zitten. En dan hoef je niet gek te zijn. Het kan zijn dat je depressie hebt. Het kan zijn dat je iets anders hebt waarmee je zit. En je moet praten. Dus ik denk dat we meer meer naar buiten moeten komen met PCS, zodat mensen weten dat wanneer ze problemen hebben, dat ze naar PCS kunnen gaan voor hulp en voor begeleiding, want dat is er. Dat was NPS-parlementariër Patricia Etnel. Ze hoopte dat tijdens de begrotingsbehandeling zowel Juspol als Defensie kunnen aangeven hoe ze zullen bijdragen om deze maatschappelijke problemen te voorkomen. Ze vindt dat mannen die in de gewapende macht zitten goed en tijdige begeleiding moeten krijgen als ze problemen hebben.